Nou ja, het is natuurlijk een spannende periode geweest. Hè? Met name doordat corona kwam, werd alles onzeker, dus ook voor ons. En ik ben blij dat we nu uiteindelijk tot de conclusie hebben kunnen komen door de ontwikkelingen en door de feiten, dat we door konden gaan. En dat ook het college, maar ook de gemeenteraad, dat uiteindelijk omarmd heeft met een grote meerderheid. Daar ben ik heel blij mee. Het besluit van de gemeenteraad geeft volgens hem duidelijkheid aan de partners van de Floriade. Zo verwacht hij op zeer korte termijn de eerste sponsors binnen te halen voor het evenement. Die sponsors zeiden de laatste weken tegen ons, wij willen wel, maar eerst moet de gemeenteraad je aanzeggen. Want ik ga geen contract met jou sluiten als ik niet weet of die Floriade wel doorgaat. Dat is ook een veelgehoorde vraag geweest. Maar nu we zover zijn, verwacht ik dat de eerste 5 sponsors de komende weken bekend worden. Wie die sponsors zijn, wil Klo nog niet zeggen. Ook de provincie Flevoland is tevreden met het besluit van de Almeerse Raad. De provincie is de belangrijkste partner bij het organiseren van de Floriade. De provincie draagt 10 miljoen euro bij aan het evenement. Ja, persoonlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat het college van burgemeester en wethouders van Almere en de Raad een positief besluit zouden nemen. Maar daar ging natuurlijk wel een hele intensieve politieke discussie aan vooraf. En het is echt een felicitatie aan de Raad en het college van burgemeester en wethouders waard dat dit besluit genomen is. En ook dat er zo'n mooie brede meerderheid in de Raad voor is ontstaan. Dat verdient het onderwerp en dat juich ik dus ook heel erg toe. De provincie Flevoland laat meteen weten dat de bouw van haar paviljoen op het Floriade-terrein binnenkort van start gaat. Nu het groen licht is gegeven om door te gaan met de Floriade, moet er volgens oud-gedeputeerde Bert Gijsbert dag en nacht gewerkt worden. Hij maakt zich wel zorgen over de grootste vijand van de Floriade, de tijdsdruk. Grote zorgen, want er moet hoge kwaliteit worden. Komend plantseizoen, dit najaar, tot uiterlijk 1 april volgend jaar, moet alle beplanting erin. Behalve de bollen en de vaste planten, die kunnen het seizoen daarna nog. Dat is 1. 2. Er moet nog heel veel gebouwd worden. Dat zit over het grootste deel op hetzelfde terrein, in dezelfde vakken. Dus dat loopt allemaal door elkaar heen. Dat heeft enorme risico's voor de kwaliteit. En de derde is, officieel moeten er een aantal voorzieningen gebouwd worden die opgeleverd worden al in oktober volgend jaar, bouwlocaties, in verband met de eisen van de internationale organisatie. Dus er moet dag en nacht gewerkt worden om het voor elkaar te krijgen, op allerlei niveaus. En ook de marketing. Gijsbert is een kritisch volger van alles wat met de Floriade te maken heeft. Volgens hem is de tijd van politieke discussies over de Floriade nu echt voorbij. Het evenement gaat bakken met geld kosten en iedereen moet er nu voor zorgen dat het een succes wordt. De poort gaat open, maar de risico's zijn zeer groot. Dus niemand mag meer fouten maken. Geen één. College niet. Raad moet wegblijven. Elke dag moeten dingen opgelost worden en geregeld worden. Men moet er van wakker liggen. En tot heden lijkt het dat heel veel mensen van wakker gelegen hebben, maar de werkelijkheid niet. Dus dag en nacht moet er nu gewerkt worden. Je moet het gevoel hebben, ik ga ervoor, ik ben ervoor verantwoordelijk, kop voor kop voor verantwoordelijk. Dus als het niet lukt, ga ik aan de schandpaal bij de opening van de Floriade. Zo moeten ze eigenlijk denken en niet zeggen van, nou goh, ik heb toch een leuke tijd gehad in de voorbereiding.